De lichamen van veel farao's kregen hun laatste rustplaats in een piramide. Piramides waren gewoon graftombes. Maar waarom waren die graven zo groot en waarom hadden ze die vorm? Zowel rijke als arme Egyptenaren hebben sinds de vroegste tijden hun doden hier in de woestijn begraven. Ze stapelden stenen op de graven om te voorkomen dat de doden werden opgegraven en opgegeten door wilde honden. In de loop der tijd werden deze stapelstenen groter en groter. Men noemde ze mastaba. Hoe belangrijker de persoon, des te groter de mastaba. Toen kwam iemand op het idee om een enorme mastaba te bouwen en daar een andere, iets kleinere, bovenop te plaatsen. En daar bovenop nog een. Totdat uiteindelijk dit ontstond, de trappiramide. Na de trappiramide kwamen deze machtige bergen van steen. Hun zijkanten liepen naar beneden, net als de stralen van de zon. Ze verenigen de farao voorgoed met de machtige zonnegod Ra. Er wordt voor hem een helling naar de hemel gebouwd, opdat hij daar langs naar de hemel mag opgaan. Zo luidt de magische formule, gebeiteld in een binnenmuur van een piramide. Dit is de grootste van allemaal, de grote piramide. Hij werd gebouwd voor Cheops, een van de eerste farao's. Het is het grootste vrijstaande gebouw ter wereld. Hij werd gebouwd van 2.300.000 blokken steen, zoals deze hier. Hun gewicht varieerde tussen de 2,5 en 15 ton. Ze hadden in die tijd geen kranen, vrachtwagens of tractoren. Nee, de piramidebouwers moesten zich verlaten op hun eigen handigheid en op pure menskracht. Er werd door 4.000 arbeidskrachten 25 jaar lang zonder onderbreken gewerkt. Gedurende de 3 maanden dat de Nijl overstroomde en er dus niet op het land gewerkt kon worden, kwamen daar nog eens 50.000 arbeidskrachten bij. Daarom begonnen de farao's op jonge leeftijd met de bouw van een eigen piramide. Anders zou die nooit op tijd klaar zijn. De hele begrafenis duurde geen dagen of weken, maar maanden. Voordat de farao te rusten werd gelegd in zijn graftombe, moest er nog een heel belangrijke ceremonie plaatsvinden. Het lichaam van de farao moest veranderen in dat Egyptische verschijnsel, een mummie.